Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Disney Infinity. Ik ben Jack Sparrow en ik speel eigenlijk hier in dit pirateneiland met een grote bom in mijn handen. Ben ik niet gevaarlijk of niet? Ik ben zeker gevaarlijk. En we gaan hier eens even kijken, want we hebben iets nodig. Wat is dit? Een stuurwiel. En dat stuurwiel moeten we gaan gebruiken, denk ik. Ik denk dat ik hem hier op moet zetten. Ja! Oh, wat grappig. En nu werkt het mechanisme zoals de poort open gaat en wij verder kunnen komen. Naar de diepte. Vissen. Toch, kapitein? We gaan zeker verder komen hier. En wat een grote eiland hier. Ik moet uitkijken nu voor al die gasten, want dit wordt heel gevaarlijk. Die kan ik wel een soort van verslaan. Ik heb hier wat bommen wat ik nodig heb. Oh, chips. Yes, die is verslagen en die ook. Nou, dat ging lekker. Al die munten, joh. Dat is echt heerlijk wat eruit komt. Alleen die schildpad moet nog even vermoord worden. Klinkt een beetje liguber, maar... Huppakee. En we hebben wat gehaald. Wat hebben we gehaald? De vissenkoppen verslaan. We hebben de vissenkoppen verslagen. Het waren 3 grote vijanden. De piraten die deze puzzel hebben verzonnen zijn echt niet slimmer dan wij. Precies. Tenzij we hem niet kunnen oplossen. Natuurlijk lossen we hem op. Dat kan elke idioot. Elke domkop met een puzzeloplossend vermogen bedoel je? Precies. Oké, nou de piraten hebben dus een puzzel ingespand of zo. En wij moeten gaan oplossen. En we zeggen ook inderdaad van ja, je bent niet slim als je het niet kan oplossen. Want dat zijn niet hele lastige puzzels. Ze geven het eigenlijk zelf toe al, hè. Die piraten. Dat gewoon niet erg pittige puzzels zijn. Maar dat het gewoon erg leuk is om ze te doen. Dat is eigenlijk belangrijker vind ik dan dat het hele moeilijke puzzels zijn. Het is natuurlijk ook een beetje een kinderspelletje, dus het zou een beetje raar zijn als dit heel moeilijk werd gemaakt. Oh, wat een hoop schatten, joh. Wat een hoop spullen, joh. Jeetje. En dit gerad van Fortuin gaan we hier aan plaatsen. Zo, huppakee. Voordat we de knop indrukken, ga ik nog even wat munten verzamelen en wat vonken. Die staan hier in de tonnetjes en in de vaatjes. Hier nog één. Huppakee. Ik heb u altijd alleen maar het allerbeste gewenst. Bommen en valstrikken. Een nieuwe missie voltooid hier. Waar gaan we naartoe? Onze overmacht is te groot, kapitein. Je zwaarden en kanonnen richten niks uit. Wat was je van plan? Ons opblazen? Ik ga ze opblazen, let op. Oh, die zijn sterk, jongen, die gasten. Zo. Kijk hoeveel bom ik gooide naar hem. Hij is nog steeds niet dood. Yes. Dat vraagt de hand van... Dat was hem. Dat ging snel. Vissengevechten. Het waren toch 2 van die sterke gasten. En we zijn een level omhoog. Van het Caribisch gebied. Maar weer worden we gedwarsboomd door een breinbrekende puzzel. Oh, jongens, dit wordt heel... weer een piratenpuzzel hier. En er was ooit wel eens een puzzel waar ik niet uitkwam, hoor. Dat is zeker weten, want er zitten wel stukjes bij dat ik denk van... Hoe gaat het ook alweer? Maar hier is alweer een... even kijken, het lichaam van Admiraalstochter. We hebben hier een... we zijn trouwens level 8 geworden ook met de punten. Maar ik denk dat dit daarop hoort. En dat we dan die knop weer moeten drukken. En dat er iets in beweging wordt gesteld. Weer via het mechanisme. Ik ga deze knop indrukken. En dan zien we het vanzelf gebeuren. Antwoord op prangende levensvragen. Ik zie dus dat het beweegt. En dat we dus via deze manier op verschillende platformen kunnen springen. Dat hoop ik. Want ik zie nu nog weinig gebeuren. En ik kan nog... Oh, ik had daar naartoe moeten springen, denk ik. Dat halen we niet. Jammer dit. Oh, nou hij komt zometeen er wel weer langs, denk ik. Hoop ik. En dan kunnen we hopelijk naar een hoger niveautje springen. Ik denk dat ik al weet wat ik moet gaan doen. Ik spring er even op. En dan moeten wij wachten en dan komen wij langs een grote platform. Daar komt hij al. Let op. Ja, dit is leuk gedaan hoor. Zo. En dan kunnen wij springen naar het volgende platform. Wat weer in tegenovergestelde richting komt. Spring! En dan het laatste platform is natuurlijk de hoogste. En die komt dan uiteindelijk... Oh, hier. Uit het niets, ja. En, oh, we kunnen nog een dingetje hoger. Hier zo. Het middenromp van de Black Pearl. Dat gaat lekker. Dat gaat heel lekker. Nu kunnen we hierop springen. En ik denk dat ik nu
naar het midden moet springen. Maar dat moet ik denk ik even wachten tot ik wat dichterbij ben. Want dit ga ik nooit halen. Maar dit zou ik wel kunnen halen, denk ik. We gaan het proberen. 3, 2, 1. Yeah! Yes! We did it! We did it! Waarom vieren we het niet? Golfwissel. Een beloning van 2000 coins, 250 vonken, hebben wij vrijgespeeld. En wij hebben ook weer een nieuw puzzeltje of een nieuw insectje gepakt om de kraken te gaan bestrijden. Dus we komen nu dichtbij de buurt van het verslaan van dit monster. Ik weet niet of ze van die bazen hebben in het spel hebben zitten, dus dat je echt een baas moet verslaan. Ik heb het eigenlijk nog nooit gezien in de Disney game. Maar wie weet gebeurt het wel. Ja, je weet het nooit. We gaan dus via dit taal, want ik zie dat daar een soort van munt is die we kunnen pakken. Yeah, de vaste romp van Sparrow's vervloekte Black Pearl. En daar hebben we nog meer spullen die we kunnen verzamelen. En wie weet zijn dat wel stukjes van die Black Pearl. Want ik geloof dat wel de hele Black Pearl kan verzameld worden op dit eiland. Ja, de zeilen van Sparrow's vervloekte Black Pearl. We komen nu in de buurt. We hebben nog één zo'n Black Pearl item nodig. En ik denk dat ik weet waar die zit. En ik weet niet of jullie dat al hebben gezien ergens. Maar ik denk dat ik weet waar ik moet gaan zoeken. Ik pak even de vonk op. We zijn inmiddels inderdaad level 8 geworden. Dat is netjes. Want ja, het duurt meestal heel lang voordat je level up gaat. Dus ik verzamel zoveel mogelijk. Om zoveel en zo hoog mogelijk level te worden in Disney Infinity. Wat ik dus ga doen is even een boot zoeken. En als we een boot hebben gevonden, dan gaan we dus even naar een bepaald eilandje waar we nog niet zijn geweest. Maar ik hoop dat ik die boot kan vinden, want hier is die dus weg. Hier is die weg. Hoe kom ik nou bij dat bootje? Dit wordt even zoeken. Klinkt misschien heel raar, maar ik weet niet hoe ik terug moet komen naar dat plekje. Dus wat ik nu ga doen is even... We hebben natuurlijk iets nieuws gekocht alweer. En wat hebben wij gekocht? Wij hebben volgens mij 3 dubbele kanonnen of 3 kogelkanonnen. Hier zo. Kijk eens, wij hebben de officiële benaming is de... Daar komt ie! Er is geen beter kanon dan de 3-schotskanon. Een bemannend kanon heb ik een ster gekregen. We gaan eens kijken hoeveel punten hebben wij om weer een nieuw speelgoed te kunnen kopen. We hebben 7639 munten. Dus ik kan bijna verzekeren dat we een van deze twee dingen kunnen kopen. Wat is dit? De golfwissel. Met deze magische vaardigheden zullen kanonskogels van uw vijanden door je heen vliegen alsof je een geest bent. Dat vind ik beter. Want dat verdedigt ons als we weer op zee gaan voor die piraten. Ik ga hem kopen. En dan mag die man die nu wegvaart, mag eigenlijk weer terugkomen. En die mag weer iets nieuws voor me meenemen. Kijk, daar komt hij alweer. Hij neemt een nieuw pakketje voor me mee. Hier is het cadeautje eindelijk aangekomen. Het duurde even. En hier zit hij dan in die prachtige kist. Ziet er heel wonderlijk uit eigenlijk, vind ik. Maar ja, het is in ieder geval wel beter als we een soort geest zijn. Ik kreeg ook helemaal niks erbij of zo. Van, je hebt de piraten, je hebt een van de dure dingen gekocht of zo. Meestal krijg je gelijk een missie voltooid of een ster of iets. Ik krijg nu helemaal niks. Dus ik heb eigenlijk 4000 punten weggegeven voor geen speciaal iets. Maar ik vind het zo irritant dat ik nu eigenlijk niet naar dat eilandje terug kan. Ze hebben het allemaal geblokkeerd. Want de enige manier hoe ik daar moet komen is eigenlijk via dat bootje. En dat bootje dat grenst hier aan... Wal. En ik kom daar nu niet meer. Ik kan daar nu niet meer heen. Ik kan... Oh, daar ligt hij. Oh, wat mooi. Nou, ik ben alleen maar blij nu. Oh, beter. We gaan gelijk naar dat eilandje toe. Dat duurt even. Dus we gaan even vooruit spoelen weer. Daar gaan we. Daar zit zelfs een vijand op dat eilandje. Ik ga hem eens even vernietigen met mijn kanonsdingen. Als het lukt. Lukt het? Waarom gaat hij zo langzaam dood? Kijk hoeveel kogels hij nodig hebt, dat schildpadmonster. Kom op. Dood. Dood. Gaat hij dan nog niet dood? Nee, serieus? Nou, nu gaat hij wel dood. Waarschijnlijk. Ja, hij is verslagen. Mooi zo. Heel veel punten pakken we op en... Daar is het themapack van de Black Pearl ontgrendeld. 3 van de 5. Oh, we hebben nog niet alle punten gehaald. Ik had wel verwacht dat dat eigenlijk het einde was. En dit, het achtste romp van Sparrow's vervloekte Black Pearl. Het ziet er wel naar uit dat ik eigenlijk het hele schip kan creëren. Maar
Of het nou voldoende was, weet ik dus niet. Oftewel, dit is een wijze les. Ik had eerder naar het eilandje gemoeten. En dan had ik het level verder moeten spelen. Want nu moet ik dus het hele level door. Terwijl er eigenlijk niks meer te doen is op dit level. Nou, dat heb ik dus gelogen. Want ik zie daar dus een rood balletje. En die hebben we dus vergeten mee te nemen. Het is misschien wel beter dat ik even een stapje deed naar hiertoe. Zo. Het Swabby's lichaam. Kijk eens. Die waren gewoon helemaal vergeten als we hier niet terug waren gekomen. Stom, joh. Ben je hier klaar? Verzameluitdaging. Dit is leuk. Dit had ik dus ook over het hoofd gezien. Nou, we gaan dus even... Oh, ik vrees dat er iets gaat gebeuren. Jullie weten donders goed. Ja, jullie weten donders goed. Ja, het is gewoon een verzamelen. Nou, de eerste 10 zijn nooit zo makkelijk. Of moeilijk, bedoel ik. Oh, tot niet weer die droge muziek, hè. Die hele super droge muziek hoor ik nu alweer, hè. Oh. Oh, dat is vreselijk. Nee, maar zo erg is het niet. Ik vind het alleen maar grappig. Het is zo droog. Het is echt super droog. Ik weet niet hoe de logica is van dit. Maar ik denk als je blijft staan dat je dan die bollen kan oppakken ofzo. Nou, die moet je springen. Ja, ik denk dat het via deze manier dat je dat zo moet pakken, denk ik. Het kan niet anders. Het is niet anders. Even blijven staan, want daar is nog eentje die we kunnen pakken. Ja, ik ben er bijna. Ik weet het. Ik moet er nog één. Nou, dan pak ik ze daar wel. Nou, ik had nog wel 1,5 minuut over. Nou, ik ben makkelijk. Ik had je toch wel sneller verwacht. Even praten. Nee, we kunnen eigenlijk niks inleveren hier. We kunnen wel een vissen kopen. Oh, dit is dat geestending wat ik heb gekocht. Kunnen we al die... even kijken wat we kunnen kopen. In de speelgoedwinkel. Nou, deze dan. En die. Deze kunnen we... De Krakenhamer. Oh, die moeten we dus nog ontgrendelen. Dat is mooi. En dan dit is de snelheidsboost. Dan moeten we ook nog verder spelen om te ontgrendelen. Nou, dat maakt toch helemaal niks uit. We gaan nu weer met de kapitein. En we gaan het roer pakken en we gaan weer terug. Kijk eens. We gaan uit deze aparte omgeving. En ik ben benieuwd waar we nu naartoe gaan. We kunnen het schip ook aanpassen. Ik weet even niet meer waar dat precies kon. Ik geloof niet dat het heel moeilijk was. Maar dat zien we dadelijk nog wel. We gaan weer de zee op en dat betekent dat we weer het roer mogen overnemen en zelf mogen besturen naar de oceaan. Maar ik weet wel dat we weer de grote zee op gaan en dat ik eigenlijk de missie moet selecteren om het volgende item te halen. Dus ik ga eens even kijken. Missies. We hebben een hoop missies openstaan. Nou, het valt nu wel mee. Hij is de zeilen gaan naar Fort Skrande. Ik denk dat dat... we moeten ze verslaan. Ik denk dat deze ook moeten eerst doen. Ik ga eens kijken. We gaan naar die kant toe. Ik geloof niet dat we daar ook zijn geweest. Maar daar zien we inderdaad bootjes. En ik denk dat we inderdaad daar die schepen moeten verslaan. Oh, daar komt een filmpje. Stuur ze naar de bodem van de zee. Daar gaan we. Inkomende golf. 1 van de 3. Hoe deed ik dat ook weer, mensen? Ik weet niet meer hoe ik het deed. Oh, moet ik serieus aan het roer staan? Ja, ik moet aan het roer. Pak het roer. Ik ben even de knoppen vergeten. Zo. Yes, 1 van de 5. Ze zinken, kaptein. Schip op bakboord. Nog een schip, kaptein. De bodem ermee. 2 van de 5 gezonken. Ja, dan weet ik dat ze achter ons zitten. Ik probeer ze te vernietigen. Oh, Hens, ga. Doe ik. Heb eens. Het kanon wordt herladen, kaptein. Yes. 0 van de 4. Waar is de laatste? Daar is die. En fire! Yes! We hebben hem! We hebben hem. Mooi zo. 5 van de 5. Ik geloof dat nu de missie voltooid, zo heb ik. Ik geloof niet dat ik nog schepen zie. Daar komt er nog één. Oh, kijk eens. Oh, inkomende golf. We zijn nog niet klaar, maar dat is echt een heel huge schip. Holy crap. Kanonnen worden geladen, kaptein. Goed. In de touwen. Kijk, nu zijn we onzichtbaar door die golf om ons heen. Ik snap het nu een beetje. Ik snap in het begin helemaal niks van. Ik dacht, ja, wat is dat dan voor iets? Yes! 2 van de 3 schepen. Waar is de volgende? Dat is deze. Komt u maar. Yeah! Ik ben naar het einde van de wereld gereisd, maar ik ben niet van plan om dat nog eens te doen. Alle hens, ze zijn overstap. Aan de linkerkant! Linkerkant, daar komt hij. Komt u maar, schip.
Vuur! Mooi zo. 3 van de 3 schepen gezongen. Nu gaan we naar de 3e golf. En dat is de laatste golf. En dat zal een hele pittige worden, denk ik. Dus we moeten ons goed voorbereiden. We lopen averij op. Oh, dit wordt pittig hoor. Dit wordt zeker pittig. 1ste van de 5 gezonken. De diepte in. We krijgen een ster. Een speciale ster. One more to go. Een achievement. Yeah! We gaan weer een beetje camoufleerd. Kan dat gecamoufleerd? Ik hoop het. 2 van de 5. 4 van de 5. En de laatste. Kanonnen worden geladen. Kanonnen. Mooi schot. Yes! Dat was hem. Nou, dat was toch even pittig. Maar we hebben het wel gehaald. Met wat vuur op het dek. Maar dat maakt niet uit. Dat gaat hopelijk wel weer uit. Dit ging heerlijk. Ze noemen u rat, sir. 1000 munten en 50 vonken. En daarmee kunnen we ook een nieuw object kopen dadelijk. Maar ik ga nog even sparen, want ik ben bang dat er nog duurdere komen. We gaan naar het missieblog en we gaan kijken welke missie we nu kunnen halen. We moeten een schip aanpassen. Hoe deden we dat ook weer? Als ik deze doe, kan ik hier een schip aanpassen ergens? Even kijken waar dat kon. Wisselen, gebruik. We konden ergens het schip aanpassen, dacht ik. Schip aanpassen, kijk. En dan gaan we eens kijken naar Black Pearl elementen. Hier, het achterste romp van Sparrow's vervloekte Black Pearl. Middenromp van piratenschip. Ik wil eigenlijk iets anders. Kijken of het kan. Voorste romp. Nee, ik wil alles van de Black Pearl als het kan. Nou, ik denk dat we nu bijna alles van de Black Pearl hebben. Hoop ik. Maar het is wel een prachtig schip trouwens hoor. We gaan eens kijken, want we gaan een nieuwe missie doen. En dat is deze. Hij is de zeilen gaan naar Fort Grande. Dus die kant op. Ik hoop dat het goed is. Ja, de pijl wijst naar die kant. Dus het zal wel goed zijn. En mensen, voordat we hier ingaan. Wil ik jullie vragen. Kijk volgende keer terug. En dan gaan we dit wilde avontuur verder in Disney Infinity. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En te liken van deze video. En tot de volgende keer. Doei!